Steeds meer ouderen wonen langer zelfstandig. Het is vrijdag 11 augustus. Dit is Zeeland Nu. Goedenavond. 5 jaar geleden ontving hij in Middelburg de Four Freedoms Award. En nu heeft hij een gevangenisstraf van 9,5 jaar gekregen. Lula da Silva, de oud-president van Brazilië, is veroordeeld voor corruptie. Maar zijn prijs mag hij houden, vindt de Roosevelt Foundation. 10 jaar tijd is het aantal hoogbejaarde Zeeuwen dat zelfstandig thuis blijft wonen met 45% gestegen. En de verwachting is dat dat aantal toeneemt. In Rilland is Niels Schuurbiers. Niels, ja, de politie laat weten dat het om Bulgaren gaat, hè, die opgepakt zijn in Italië. Wat weet jij nog meer? Die paraplu, die hebben we voorlopig nog wel nodig. Weerman Jos Broek. Ja, we gaan naar Anouk de Gardijn op de camping in Zonnemer. Ja, Anouk, de paraplu was vandaag niet nodig, hè? Want ja, het was opeens weer zonnig. Ik hoorde gisteren Thijs Sonneveld zeggen, wielerjournalist, dat hij een moord zou plegen om ooit een keer met Jan Raas te kunnen spreken. En het is jou gewoon gelukt, hè? Veel projecten dus en grote ambities. Als we nog even naar het kostenplaatje kijken, het kost een paar ton. Terwijl de gemeente financieel in zwaar weer verkeert. Hoe zit dat? De 57-jarige man die op het stadhuis in Vlissingen stiekem filmde in toiletten, deed dat alleen bij collega's, blijkt uit onderzoek van de politie. De afgelopen dagen is onderzoek gedaan naar de ambtenaar. Ja, gaan we naar verspringen, sport. Normaal is dat in Nederland het terrein van Ignatius Gaisha. Oud-wereldkampioen en al jaren de beste verspringer die Nederland heeft. Maar dit weekend werd hij verslagen. En wel door Steven Nuitink uit Wolfaarsdijk. Voorheen een tienkamper die zich nu volledig richt op verspringen. En het festival wordt afgesloten door Boef. En daar bedoel ik niet jou mee, Daniel. Even vooruitkijken naar het weer. We hebben een paar lekkere dagen gehad, maar het kan nog wel eens gaan omslaan, hè? Ze staan er nog wel, maar ze doen het niet meer. De 130 praatpalen langs de Zeeuwse wegen. Rijkswaterstaat wil niet langer meer betalen voor de palen. En dus moeten we bij pech voortaan met een mobieltje bellen. Die we uitproberen. Ja, want kunt u die achterstand die is opgelopen wel weer inhalen, denkt u? Want die mensen in Ierseke, ja, die zitten nu met allemaal natte vloeren. Ja, die zullen ongetwijfeld bij het gemeentebestuur aankloppen en zeggen, had dat niet eerder gekund? Torentijd dan. Van directeur tot cipier, medewerkers van de gevangenis moesten het werk van gedetineerden beter leren kennen. En daarvoor gingen ze vandaag zelf aan de slag. Ja, bij mij in de studio sportverslaggever Jan-Jaap Coree. Ja, dat al die clubs overstappen van zondag naar zaterdag voetbal, verandert het voetballandschap wel, hè, in onze provincie. Ja, dat kun je wel zeggen. En termen die dan vaak gebruikt worden zijn de jeugd wil opstappen op zaterdagavond. Het was vandaag wederom aangenaam lenteweer met flink wat zon. Het werd zo'n 20 graden. Af en toe verdween de zon achter de wolken, maar desalniettemin was het heerlijk weer om door de provincie te fietsen. Vanavond en vannacht is het droog en ook morgen blijft het fijn lenteweer. Aan zee wordt het wel koeler dan bijvoorbeeld in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen. Daar wordt het gewoon weer 20 graden. Ja, tot zover Zeeland Nu. Straks weer een aflevering van de Zeeuwse Top 40 quiz. Vanavond testen we de muziekkennis van Jeroen het Gilde. Nog een mooie avond. Dag, tot zover Zeeland Nu. Dit was ook mijn laatste uitzending. Het was een grote eer om te mogen doen en ik heb er elke uitzending van genoten. Rest me niks anders dan nu nog een mooie avond te wensen. Dag.